Godverdomme, rot nou zo met je Johan op, gasten. Kan je niet een keer wat anders doen? Nou, vooruit. Mooi. Nee. Licht. Dank. Zo, varkentje. Nu heb je twee varkens in beeld, voor best wel. Und dan zeker het attack mijn leute. Und wie geht's das dir? Es geht mir gut. Und wir haben lang niet meer getroffen. Aber jetzt, ich bin zurück. Und ich will jetzt gehen rüben über dates. Ich will jetzt gehen reden über dates. Yeah. Ik wil jetzt gern reden über dates. Volgens mij is mijn Duits behoorlijk verschrikkelijk. Want het zit namelijk zo. In principe, ik zei iets over dates en dat ik het daarover wil hebben. Dus dan kunnen we beter gewoon direct beginnen. Want misschien was de intro van deze video wel fout. Maar dat is de aankomende date ook. Wat is dat? Je zou toch koken? Maar natuurlijk heb ik gekookt. Ik heb soep in de magnetron. Echt een blikje. Oké. Okay. Ligt het door mij? Of is het echt zo warm hier? Nee, dat komt omdat je je tiet in de soep hebt. En daar ben je alweer terug in mijn slaapkamer. Laten we gewoon direct doorknallen. Maar laat ik het even anders brengen. Ik kan in ieder geval wel laten zien aan jou wat je in ieder geval nooit moet doen bij een meisje. Oh, kijk mij, ik ben een walvis. Maar even serieus jongens, ik heb natuurlijk ook de sleutel tot een vrouwenhart. En geloof mij, dat is niets minder dan geld. Want denk met me mee, vrouwen houden van geld. Beroemde mensen verdienen geld. Zo simpel is het. En als je beroemd wil worden, zijn er heel veel opties. Je kan bijvoorbeeld artiest worden en daarom besloot ik in te breken in de studio. Pak een blikje, blikje open, neem een slok, blikje terug, keyboard spelen, draai aan de knopjes, nog meer knopjes draaien, piano spelen, naar beneden en omhoog, nummer opslaan, oh, hoi. Wat de fuck doe je? Op donderen. Niet als het aan mijn Pikachu ligt. Vanzelfsprekend dat jij wel door dat nep was. Je ziet duidelijk dat het gefilmd was met deze camera. Misschien is dat maar beter ook, want ik heb wel genoeg ervaring met verborgen camera's. Ja, zo moet hij. Ja. Oké, okay, ik hoor elke avond rare geluiden uit de kamer van mijn ouders. Ik denk dat hier spoken zijn. Vanavond ga ik het filmen. Dus vandaar de camera. Okay. Eén dag later. Oké, okay, ik heb nu net de beelden op mijn computer gezet van gisteravond. En we gaan even kijken wat het is. Ah, ah, het doem is in het andere gaatje. Ah, ah, ah. Waarom heb ik dit? Wat je zwanger? Nee. Ja. Ik kan je in ieder geval wel vertellen wat mijn vader zou zeggen. Want mijn vader is iemand van het echte werk. Geen beveiligingscamera's. Als jij bij mijn vader zou inbreken, zou hij je een trap geven. Maar natuurlijk heb ik ook een keer geprobeerd om dat te doen. Ik weet niet of je het erg leuk gaat vinden. Kunnen we dit anders niet gewoon laten? Ja, sorry gast, het moet gewoon. Oké, okay, doe het maar heel snel. Ben je er klaar voor? Ja, 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 ik denk het wel. Oké. Okay. Ik geef je deze trap. Maar even terugkomend op het onderwerp. Vrouwen houden dus van artiesten. Tegenwoordig kan iedereen artiest worden. Leuk feitje, deze video is bijvoorbeeld geïnspireerd door Pepsi.nl. Op die remix app kan je een liedje maken en die kan je presenteren aan je date. Dus wie ben ik dan om mijn geremixen nummer niet te laten horen aan mijn date? Weet je wat, ik heb iets speciaals voor jou gemaakt. Echt waar? Dat schilderij? Wat? Waarom? Hij lijkt niet eens op jou. Hoezo niet? Weet je wat? Hier, kijk eens aan, alsjeblieft. 2 uur latte. Wat een mooie stem heb je. Dat ben ik niet. Maar het totaalplaatje is goed. Het kan zo'n top 40 hit worden. Dat is het ook. Weet je wat? Ik ga maar weer. Ik heb nog een afspraak met iemand anders. Hé, laat me raden. Je hebt zeker weer een date met Repelstiltje. Nee, niet met hem. Godverdomme, hoe lang gaat het nog duren? Jongens, dit was echt de video voor deze week. En natuurlijk snappen jullie ook wel dat het allemaal nep is. Want ik heb nooit een date. Maar de remixmachine van Pepsi is echt. En ik mag 5 shirts verloten. Desnoods signeer ik ze voor jou. Het enige wat je hoeft te doen is een groen duimpje geven. Deze video toevoegen aan je favorieten. En abonneer op mij hierboven. En check natuurlijk ook de remix die ik gemaakt heb voor Anouk. Linkje daarvoor staat in de beschrijving. Zeker even klikken, want het is een hele vette app. En gasten, ik check jullie later.